allemaal, welkom bij Jigaloom. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je een oliebol met rozijnen kan maken. Wat heb je hiervoor nodig? Natuurlijk bruine elastiekjes, zwarte elastiekjes, een rainbow loom, een haaknaald en als je wil een extra haaknaald slash chatéprikker slash alles wat je maar in huis hebt waar je het aan kan doen. Ook is het wel makkelijk om een stuk karton of kapotte elastiekjes te hebben. Oké, laten we beginnen. Oké, ik heb hier alvast wat rozijnen gemaakt. Ik ga er dadelijk 2 voor doen. Je moet er 8 hebben. Wat we gaan doen, we pakken 2 zwarte elastiekjes. Maken een capband op onze haaknaald van 4 ringetjes. Dus het is 1, 2, 3, 4. Laat het los en haken dat door 2 bruine elastiekjes. En dan hoop ik dat hij het nu in 1 keer kan. Nee, kan dus niet. Zo, hij is erdoor. En dan sluiten we die aan op de haaknaald. En ik gebruik deze haaknaald gewoon als veilig steuntje. Dus ik ga dadelijk haken met mijn andere haaknaald. Dus met mijn roze. Oké, nog een keer. Dus 4. Een capband van 4 ringetjes. Dus 1, 2, 3, 4. Laat het los. Pak 2 bruine elastiekjes. En haak het. En haak ze door de R doorheen. En dat waren eigenlijk best wel de zwarte elastiekjes die je nodig hebt. Oké, laten we beginnen met onze rainbow loom. Joehoe! Nou, wat we eerst gaan doen, we pakken een rozijn. Een elastiekje met een rozijn. En we plaatsen deze op dit pinnetje. En we pakken hem meteen over naar deze. Dan pak ik mijn haaknaald erbij. En dan moet je hem een keer draaien. Dus wat ik deed, ik pak hem er gewoon af zoals hij er zo op ligt. En dan draai ik hem om. Dus wissel ik van plaats. En nu pakken we 2 bruine elastiekjes erbij. Gaan we ook draaien. In het midden. En nu precies hetzelfde. Van deze kant naar die. In het midden draaien. En dat er opzetten. Draaien en er opzetten. Nu doe je alles goed naar beneden. En ga je gewoon een rondje doen met een enkel bruin elastiekje. Dit kan ook 2 elastiekjes zijn, maar ik vind het makkelijker met 1 elastiekje. Dit hoeft niet gekruist te zijn. Nu pak je de onderste elastiekjes, onderste 2 elastiekjes, en haal je ze van onder naar boven. Dus deze kant. Onderste 2 elastiekjes pakken. En haak ze naar boven. Precies hetzelfde hier. Dit pinnetje. Ook precies hetzelfde. Draai je rainbow loom om. Hier ook precies hetzelfde. En dan duw je alles goed naar beneden. Nu hebben we 6 pinnetjes gebruikt, als ik het uit mijn hoofd zeg. En nu gaan we het naar 8 uitbreiden. Wat we doen, we pakken deze en verplaatsen hem 1 pin naar deze kant. En we pakken hier. We moeten deze 2 pinnen ook nog een elastiekje krijgen.
Dus wat we doen, we pakken hiervan eentje weg. En die moet in connecting staan, dus verbonden zijn met dit pinnetje. Ik pak hier de eerste ervan af en ik kan zien dat dit elastiekje verbonden is met deze. Dus die moet ik niet hebben. Ik moet deze hebben. Die is wel verbonden met dat pinnetje. Dan plaats ik hem hier neer. Deze kan ik dan weer gewoon terugplaatsen. Precies hetzelfde hier. Ik pak de bovenste. Deze is wel meteen, kan je ook zien, verbonden met dit pinnetje. Dus die plaats ik hier net. Oké, nu gaan we weer verder. En nu hebben we weer een rozijn nodig. En in deze rij gebruiken we 4 rozijnen. De eerste gaat van de eerste pin naar deze. Dus hier. De tweede gaat van hier naar deze kant. Ja. De vierde gaat hier. De derde gaat hier. En de vierde gaat hier. Ik doe dit heel eventjes liggend, want dat vind ik makkelijker. Sorry dat ik dit dus niet kan filmen. Als je dit nou moeilijk vindt om te doen, kan je dit ook met één enkel elastiekje. Of met één elastiekje doen. Ja, met één elastiekje doen om een capband van 4 ringetjes. Dan ga je nog enkele elastiekjes plaatsen. Op de kanten waar je nog niet, waar je geen rozijn hebt geplaatst. Zo, nu is alles weer geplaatst. Nu moet ik opletten. Ik moet op deze 2 pinnen en deze 2 moet ik maar 1 elastiekje haken. Dus wat ik doe, ik pak de onderste, haal ze over de bovenste heen. Precies hetzelfde. Hier precies hetzelfde, alleen dan moet ik het 2 doen. Hier ook precies hetzelfde met 2. Draai ik hem om. Hier weer 1. Hier weer 1. En hier met 2. Nu duw je alles goed naar beneden. En dan ziet het er zo uit. Oké, de volgende ronde wordt makkelijk voor ons. Nu moet je alleen maar 1 enkel bruin elastiekje plaatsen over alle pinnen, pionnen, hoe je ze wil noemen. En dan kan je alles wat eronder zit. Dus je hoeft hier geen rozijnen te plaatsen. En dan kan je alle rozijnen wat eronder zit, kan je wel haken. Dus dit is klaar. Ik heb een rondje gemaakt. Pak de onderste. Pak alles wat eronder zit over. Hier ook weer. Hier ook. Precies hier hetzelfde. Draai hem om. En let op, duw nu alles weer heel goed naar beneden. Dit is wat je moet hebben. Oké, nu gaan we weer rozijntjes plaatsen.
En dit keer op de pinnen waar we het nog niet hebben gedaan. Dus hier tussen, hier tussen, hier tussen en hier tussen. Dus ik pak een rozijntje erbij. Plaats hem hier. Dus hier. Volgende plaats ik hier. Dus erboven. Volgende plaats ik hier zo tussen. En dit hoeft zonder een draai. En de volgende. Er. Hij komt. Plaats ik. Van hier naar hier. Dus nu hebben we nog maar één rozijntje over. Dit is wat je moet hebben. Dan plaats je tussen de pinnen waar je het rozijntje hebt gezet. Ook nog een elastiekje. Dus niet hier, niet hier, niet hier en niet hier. Maar wel hier overal. Dus nu heb je dadelijk weer een cirkel rond. Wat je nu gaat doen, je gaat weer de onderste twee pakken en er overheen halen. Onderste twee pakken, overheen. Duw ze alles goed naar beneden. Het belangrijkste van het hele loemen. Hier ook weer de onderste twee. En duw ze goed naar beneden. En dan heb je als het goed is dit. De volgende ronde wordt gewoon weer heel erg makkelijk. We plaatsen gewoon enkele elastiekjes. De hele ronde. En we haken alles wat eronder zit. Dus alles wat eronder zit, er overheen halen. Omdraaien. En weer alles goed naar beneden duwen. Oké, nu gaan we van die 8 pionnen waar we al zitten, daarvan 6 pionnen maken. Wat we gaan doen, we gaan eerst beginnen met deze twee. We pakken het eerste elastiekje wat op dit pinnetje zit. En we kijken. Deze is verbonden met dit pinnetje. Dus die doe ik hier overheen. Hetzelfde geldt voor deze. Dus dan moet dit elastiekje verbonden zijn. Dus connected met deze. Klopt. Die haak ik dan hier overheen. Precies hieronder hetzelfde. Ik pak de eerste elastiekje op. Hij is verbonden met dit pinnetje. Dus ik plaats hem hier. Hetzelfde geldt hiervoor. Dus deze is verbonden met die. Met dat pinnetje. Dus gaat hij daar. Oké, het enige wat we nu nog gaan doen is dit, alles wat hierop zit, gaan we hier naartoe verplaatsen. Als het hierop zit, daar naartoe.
Dit is best wel lastig. Dus ik weet niet of ik het helemaal goed kan filmen. Zo. Dan ga ik deze ook weer plaatsen. Nou, eentje hier naartoe. Heen. Zo. Dus nu moet het er zo uitzien. Als je wilt, kan je deze ook nog verplaatsen naar die kant. Dat doe ik nu ook. Je kan hem ook laten zitten. Maar dat is jou. Als je het te moeilijk vindt, dan doe je het niet. Als je het makkelijk vindt, dus dan doe je het. Kijk wel uit dat je niet van de andere... geen van de andere elastiekjes weghaalt. Oké, wat we nu gaan doen is best wel lastig. Ik leg mijn rainbow bloom heel even weg. We gaan weer werken met zwart. Ik pak twee zwarte elastiekjes. Maak een cappend van 4 ringetjes. Een haaknaald. 2, 3, 4. En laat hem er nu op zitten. Dit doe ik nog 2 keer. Dus ik pak 2 zachte elastiekjes. Maak een cappend van 4. En doe hem heel even naar achter duwen. Nog een keer precies hetzelfde. Dus 1, 2, 3, 4. Duw hem naar achter. Dan pak ik mijn oliebol erbij. En dan pak ik hier alles op. Dus alle elastiekjes wat op deze, ja, op dat haakpinnetje zitten, pak ik op. Kijk uit, best lastig. En dan pak ik een cappend. En daar doe ik alles op. Let op dat je geen elastiekjes kwijtraakt. Dat is wel het moeilijkste deel, vind ik. Ik had hem net al bijna kwijt. En dan kan je hem weer terugzetten. Dus nu is dit wat je hebt. Dat gaan we nog een keer doen aan deze kant en aan die kant. Dus ik pak deze twee elastiekjes op. Dat is dan iets makkelijker omdat het twee zijn. En duw alles hier doorheen. Dan de laatste, deze. Pak alles op. Zorg dat er niks afvalt. Pak de rozijn. En duw hem ook weer terug. En plaats hem weer terug. Dus dit is wat je moet hebben. Oké, dus nu hebben we alles gehaakt wat we moeten haken. Alle rozijnen zijn er opgeplaatst. Ik heb hier nog één over. Dat is geen probleem. Die haal ik gewoon los. En nu ga ik alles, alle elastiekjes op mijn haaknaald zetten. En dat is een hele grote klus. Dus ik begin in het midden. En haak ze rustig en voorzichtig, zodat geen enkel elastiekje verloren kan gaan. Hebbes. Kan de rainbow loom weg. Trek je ze een beetje aan. En dan zit hier een gat. En die kan je opvullen met karton of elastiekjes die je nog over hebt, of andere elastiekjes. Of bedenk zelf maar iets. Watjes kan je er ook in doen. En dan ga ik hem zo afmaken. Oké, ik heb hem heel even gevuld. Ik heb hem gewoon gevuld met papier. Ik doe het dadelijk wel goed. En dan pak ik nog twee laatste bruine elastiekjes. Pak ze op mijn haaknaald.
En daar gaan alle elastiekjes van de oliebol doorheen. Kijk uit dat je niks laat vallen. Zo. Plaats ik dit er ook op. Dan is het gewoon heel simpel. Zoals altijd, de bovenste over de onderste halen. En aantrekken. En dan is je oliebol af. Nou, die van mij is nog niet helemaal af. Trek hem nog heel even goed in volgorde. Alle rozijntjes er goed uit. En dan is het een echte oliebol. Kan je dit nog wegstoppen. Of afknippen. En dan zou ik zeggen, bedankt voor het kijken. En alvast gelukkig nieuwjaar. En smakelijk eten bij je oliebol. Doei doei!